Ja, dat debat over die verkiezingsuitslag en over het verslag van die Plasterk. Ja, nee, ja. Vrienden, wat moeten we hier nou over zeggen? Ja, het gaat al een hele tijd over de grondwet. We mogen niet te laag, we mogen niet door de bodem van de grondwet. En de rechtsstaat, ja, daar hebben we het de hele tijd over. Dat snap ik allemaal wel, maar het is natuurlijk alleen maar voor de bühne dit, vrienden. En alleen maar om Wilders weg te zetten. Dat is het, daar is het voor bedoeld. Want zij weten ook wel dat Wilders kansloos is om ook maar wat te doen. Ja, dat snappen zij toch ook wel? Dat snappen jullie, dat snap ik. Ja, en ten eerste moet je allemaal afspraken maken in zo'n soort van coalitie of wat er dan ook komt. Daar begint het al mee. Nou, daar is al de ongeveer meer dan de helft van wat hij wil is al weg. En daarna moet het allemaal nog door de Tweede Kamer, nou, dat is ook al, gaat ook al niet lukken. En dan moet het nog eens een keer door de Eerste Kamer. Nou, tegen die tijd, dat is kansloos toch? Er zijn toch veel te veel filters in Nederland om iemand raar te laten doen. En natuurlijk zegt hij, omzichtig, die zegt natuurlijk tegen hem, tegen die Wilders, je gaat geen rare dingen roepen hoor. Als we een beetje samenwerken. Niet doen hoor, want dan roep je dat ook namens ons. En dat kan natuurlijk niet. Ook niet voor het buitenland. Dus je moet je wel gedragen. Ja, zegt Wilders, dat doe ik wel. Maak je maar geen zorgen. Nou, en dat is het dan. En dan gaan ze. En dit hele gedoe, dat is alleen maar omdat links kan het niet verdragen. Dus D66 en die GroenLinks en die Partij van de Arbeid, die kunnen het niet verdragen. Dat ze gewoon zwaar verloren hebben. Hey, dat zie je die kopjes in die bank? Heb je die Timmermans zien zitten? Ja, die zit daar radeloos verloren. Die vindt zichzelf ineens in zo'n bankje terug in de Tweede Kamer. Terwijl hij zichzelf, tada, als de grote staatsman had gezien. En het gaat dan allemaal niet door. En daarachter zit ook met haar zo'n heel verpieterd bekkie. En zie je, ze zit Knulletje Klaver. Oeh, die zit er ook zo bij. En dat, weet je, die zit er ook ontzettend te verbijten. En ja, en ze kunnen het maar niet verdragen dat ze verloren hebben. En ja, dat is hun monster dan, weet je wel, Wilders. Maar ja, zij creëren altijd hun eigen monster, links. Ja, want ze luisteren nooit naar de burgers en naar de kiezers. Nee, zij duwen altijd hun eigen ideeën door. Nou, en daar hebben mensen geen zin in, nee. Dus of dat nou klimaat is, of je wil niet luisteren naar asiel, want dat roept links altijd, ja, dat hebben ze nu ook weer gedaan. Of stelt ze in de campagne nog, kom maar binnen met je knecht. Nou, zeggen die kiezers dan, de groeten, dan stemmen we Wilders. Ja, hoe simpel is het? Nou ja, vrienden, we hebben in ieder geval, bij het debat, weer naar een hoop onzin zitten kijken.